Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij de Lone Discord aflevering 39. En vandaag gaan wij weer een nieuwe attractie bedoelen. En dat is de volgende, de Rivercraft. Vorige week zei ik dat er maar één wildwaterbaan was. Daar heb ik mij duidelijk in vergist. Want er staat uiteraard nog de Atlantica. Dat is de grootste wildwaterattractie van het park. Rivercraft is een van de eerste attracties. Dit hele grotgedeelte, of hoe moet ik het zeggen, is gebouwd door troepen, of ja, door mensen van Craventure. Hebben dit gebouwd. En Disneycraft heeft het dus aangepast. En het was denk ik eerst een besturende attractie, die hier was de besturing. En nu is het een automatische attractie geworden. En ja. Dit is ook een boomstamrivier attractie. Ik dacht dat we nu in het water gingen blijven, dus op het water ja, drijven, zeg maar. En de Rivercraft is dus een attractie waar je dit personage Sweetman komt er zo vaak in terug. Dat is eigenlijk het hoofdpersonage, daar staat hij weer. Dat is eigenlijk het hoofdpersonage van deze hele attractie. Zit er een verhaal in? Niet echt. Ik weet niet, ja, er zit niet echt een verhaal in deze attractie. Daar hangt zelfs een beerhoofdje, daar staat wat TNT. Het is vooral gewoon wat gethematiseerd. Ik denk niet dat er eigenlijk een verhaallijn in zit. Sommige attracties hebben dat er een verhaallijn in zit. Hier zit denk ik helemaal geen verhaal in. Hier is zelfs heel veel licht. Ik weet niet of het de bedoeling is. Nu gaan we wel naar buiten. Dat is wel de bedoeling. Hier staat Sweetman alweer. We gaan omhoog. Het is eigenlijk een heel korte attractie dit. Dit is geen lange attractie. Het wordt ook weer een kortere aflevering. Maar als we deze gedaan hebben, zullen we al een sprookje gaan doen. Denk ik. Zullen we eens gaan kijken in het Sprookjesbos. Als we daar al iets kunnen doen, dan wordt die echt veel te kort. Dan gaan we naar onder, jongens. We gaan de drop maken. Met airtime erin, jongens. Gelijk in Fantasialand. Met een airtime erin. Dus ja, dat is wel leuk. Dan gaan we terug omhoog. We moeten terug de grot in. Dus we gaan terug met een pan omhoog. We gaan daar niet het nieuwe splashje daarboven. Hier zien we trouwens Mickey's stoomboot en daar een zeilboot. Hier is het nieuwe havengedeelte. Kan ik daar ook wel even overheen vliegen. Ik weet niet als het al open is. Maar hier zijn ze dus aan het werken aan een nieuw gedeelte. Ik ga daar even kijken als het al open is. Wat ik raar vind is dat hier nog geen water is en dat hier gewoon met rails wordt gewerkt. Ik weet niet of het hoort of wat het zo is. Hier zit Sweetman weer. We gaan weer splashen dadelijk. Maar normaal moet hier toch ook denk ik met water gewerkt worden. Ik weet het niet. Ik vind het een beetje raar. Goed, we gaan alweer opnieuw splashen. Splash, splash, splash. Splash hier, we gaan rond deze draaikolk heen. Wel vet gemaakt. Oh, hang even vast. Hopelijk houdt de camera eruit. Ik zag dat het batterij net bijna plat was. Oh, valt hij uit midden in de opname. Laten we hem erin. Nu is hij nog aan. Hopelijk blijft het zo. Hij had nog maar twee streepjes, dus opladen dadelijk met die andere. En ik zei het toch al, het is een heel korte attractie. Dus dit was de River. Ik ben de naam alweer kwijt. Kan je het geloven jongens, ik ben de naam van deze attractie alweer kwijt. Ik wou River Quest zeggen, maar dat is het niet. River Quest aan de Fantasialand. Ik ga toch even kijken, ik ben echt de naam van kwijt. Waar was Injong? Injong was hier. Mystery River denk ik niet. Ah, Rivercraft was het. Ik ging even over het havengedeelte kijken. Wel. Kom. Het is echt heel rustig hier. Er zijn maar twee VIPs online en het zijn maar ja, 6 bezoekers. Nee, dat is wel hier. Ja, dat is hier al open jongens. Het nieuwe havengedeelte is geopend. Staat dus neer, de hele haven is vernieuwd. En we gaan nu even kijken wat we volgende week sowieso gaan doen van attractie.
Dus we hebben gedaan. Laden, check, wacht. Aha. Nemo moet nog komen. Als Nemo open is, gaan we Nemo doen. Door mijn naam Small World is een onderhoud. Dat zal nog wel even duren. De Alice wordt volgende week. Die gaan we dan doen. We moeten wel een pub vinden die die wil besturen voor mij. Maar dat regelen we dan wel. Nu gaan we het sprookjesbos even bekijken. En hier is echt, ik heb echt zoveel last van die junk loading probleempjes. Hier hebben we nog de loopattracties. Dus laten we dan gewoon beginnen met de Disney Sands. En dan hebben we er twee gedaan op een dag. Maar dat maakt niet uit dat de River Cave zo kort was. Welkom in Disney Sands Experience. Hier speel jij zelf de hoofdrol. Veel plezier. Hier zie je de tv-studio van Disneycraft. Heb jij geen last van plankkoorts? Presenteer dan nu zelf. Ja, we moeten dus eigenlijk, ja, hier kan je dus zeg maar, ja, nieuws presenteren of zo. Mooi met de camera. En verder. En hoe voelt het nu om het Disneycraft nieuws te presenteren? Kom ik al verder, is er veel meer te zien. Weet je nog dat Constantine de opening wilde verpesten door de lever te stelen? Wees nu zelf Constantine, maar pas op, er kan je wat exploderen. Maar, oh ja, je moet hier op deze dingen gaan staan. Ja, wij kunnen aan de lijf vallen, maar... Dat is zo leuk, dat kunnen bezoekers niet. Gelukkig was er maar het zijn uit te vullen, we moeten er niet aan denken dat het nog een keer gebeurt. In deze... Oh, wacht. In deze bus kwamen de Muppets aan in het theater voor de show. Hij staat nu geparkeerd bij de spawn. Nee, hij staat niet meer geparkeerd. En je kan er de vette stunts mee uithalen. Hij staat hier bij een green screen. In zo'n green screen studio. De bus staat hier op een speciaal ontworpen green screen. Hier simuleren wij al onze vette stunts. De bus staat niet meer in de spawn, jongens. Die is daar weggehaald. Al een hele tijd zelfs. We gaan verder naar onder. Wat is hier onder? Hier is ook iets met green, screen. Dus voor die bus ook denk ik hier. Ook een heel grote green screen dingen. Wat is hier? Shh, er zijn live opnames bezig en jij speelt hier de hoofdrol, oké. Okay. Hier is de camera. En hallo Mickey. En wat is hier binnen? Hier binnen staan wat dingetjes. Nou, wanneer mensen zijn geweest, Baron 1898, Walt Disney van 1988, Professor Nagaas, Jorik, Robbie Krutsen. Ja. Hier is de regisseur volgens mij in dit hokje. Dan gaan we gewoon verder. Hoe voelt het nu om een echte filmster te zijn? Nu doen we het anders. In de volgende ruimte zijn de camera's verstopt. Dus gedraag je zo goed mogelijk. Veel plezier. Ja, één camera gevonden. We gaan verder. Grijp weer de kans slingeren. Start dan door de jungle. Waar is de camera? Daar is de camera. Gevonden. Hier staat een stiefhoofd. Misschien moet er ook een camera zijn. Hier is een hutje. Ja, we kunnen dus gewoon... Hier staat nog een camera. Wat is hier? Uitslingerd. Huppel nu eens een elfje door het elfenbos. Dat gaan we gewoon doen. Springen door het elfenbos. Dan komen we bij het gedeelte. Zo genoeg schreeuwt. In de volgende scène kan je grappen maken van het witte doek worden. Waar wacht je nog op? Wel, ik wacht nergens op. Wat kunnen we hier nog doen? Ja, we kunnen hier... Ja, grapjes gaan uithalen, zeg maar. Dat is de scène van de clowns. Maar hier kunnen we... Ja, hier kunnen we wel wat doen, eerlijk zeg. Oh, uitgelachen. Neem nu samen met de directie van Disneycraft een leuke video op. Waar zijn de camera's? Goed, dit zijn dus de admins Robbie, Gio, Leroy en Vincent. Hier is de camera. Wat hebben we hier? Het stuk van Woody. Woody, ik dacht dat het klaar was. Echt niet. Woody staat op je te wachten in een vette om een vette scène op te nemen. De camera staat daar. Ja. Woody. Woody staat in het Wilde Westen, wel een beetje centraal, maar meer bij Toy Story. Zo, dat was het. Nu ben jij een echte superster. Okay, hier is de camera, dus eigenlijk kan ik nog zo achter de camera gaan staan. En dan kan ik hier deze scène opnieuw gaan opnemen. Oh, verkeerde kans. Voilà, we zijn eruit. Laat ik even kijken, dat doe ik altijd. Zijn er teams bijgekomen? Nee. 299 zijn er nu. Waar staat de Disney Science Experience? Daar kan je naartoe. Als je bij de Wreck-It Ralph bent, moet je gewoon even hier doorlopen. Als je door deze tunnel loopt, dan kom je in de studio's uit. En dat is dan bij het studiogedeelte bij de Toontown Train. Daar is een tunnel waar je door kan. Hier bij de Magische Hoed kan je hierdoor naar de Disney Science Experience. Ingang staat voor de... Ja, ingang en de uitgang langs elkaar.
Hier is ook trouwens een greenscreen, dus eigenlijk kan je hier ook zeg maar zo een foto gaan maken. Maar dan moet je eigenlijk zeg maar zo iets doen om je hoofd alleen op beeld te hebben. En dan kan je dus ja, een beetje wegdoen. Dat lukt denk ik wel goed. Ik heb nog niet geprobeerd. Maar goed, volgende week staat de Alice. Laten we daar al eventjes een kijkje gaan nemen. Alice in Wonderland staat op het programma. Dat is een open, ja, dark ride, open luchtstukken in. Een leuke attractie waar audio bij je hoort die ik helaas niet kan laten afspelen. En dan heb je hier nog een nieuw gedeelte van... ik ben de naam meer kwijt. Een nieuw gedeelte van Frozen. Dat is dit. Ja, dit was het jongens. We hebben vandaag twee dingen gedaan. Rivercraft en de Disney Science Experience. Als het volgende week weer een kort ritje is van Alice, gaan we even kijken bij de hub. Voor extra attractie. Dan doen we... Even kijken. Het reuzenrad. Goofies reuzenrad. En dat is natuurlijk het grote reuzenrad hier bij het kleine Main Street aan de achterkant van het van de VIP Plaza. Daar staat het grote reuzenrad. Ja, voor het doorloop staat dat. Dus eigenlijk kan je met een bovenste hokje perfect volgen wie in het doorloop zit. Als je goede rennertjes hebt en Optifine kan je dan perfect meevolgen. Eens kijken, is hier ergens een bankje in de buurt? Hier is zeker een bankje in de buurt. Laat ik daar dan eventjes op gaan zitten. Zo. Ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Aflevering 39 was dit. Vond je dit leuk? Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. Nogmaals, de weddenschap. Voor het einde van het jaar 300 abonnees is een 12 uur livestream. Zijn ze niet binnen voor het einde van het jaar, geen 12 uur livestream. Dat zijn regels en voor wat, hoort wat. Zo moet ik gelijk zeggen. Maar ja, voor dit is het zeker een blauw duimpje die de mocht doen. En ik wens jullie een fijne avond. En graag tot volgende week. Later!